Ik wil iets met u gaan lezen uit het woord van God. Ik wil allereerst één vers lezen uit Jesaja en dan gaandeweg de preek gaan we eens kijken naar een verhaal uit de Bijbel die eigenlijk zegt wat ik over wil spreken, dat er is niemand anders dan Jezus. Amen. Niemand anders dan Jezus. Ik wil Jesaja lezen, 12 vers 3. Daar staat, vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van redding. Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van redding. Nou, de dopelingen gaan straks vertellen de reden waarom ze zich willen laten dopen. En dat zullen allemaal weer andere verhalen zijn, want jullie zijn andere mensen, andere achtergronden. Maar er zal één overeenkomst zijn. Dat ze allemaal zullen vertellen dat zij op hun manier hebben het water gevonden, dat ze hebben geput uit de bron van redding. Amen. En vanmorgen wil ik iets met u delen uit een geschiedenis uit de Bijbel van een vrouw die, ja, waar het centraal staat. Dat zij, er staat dat zij was gekomen bij een bron, een put, een waterput, waar zij midden op de dag, en dat deed je normaal niet, want dan was de zon het hoogst. Normaal deed je dat vroeg in de ochtend of laat in de avond. Maar deze vrouw liep met dingen in haar leven rond, waardoor ze dacht, ik wil even geen mensen zien. Ik heb wel genoeg meegemaakt, genoeg teleurstelling. Ik wil even alleen zijn als ik water bij de put ga halen. Maar wie komt ze daar op dat moment tegen? Op dat juiste tijdstip. Op de juiste plaats. Daar bij die put. En daar zit daar die man. En ze dacht, oh nee, kan ik ook geen moment van de dag, ook eventjes een moment voor mezelf. En daar zit die man en wat doet die man? Die begint met deze vrouw te praten. En dat was best wel vreemd, want in die cultuur spraken sowieso mannen niet zo snel met vrouwen. Dat was in die cultuur een beetje, ja, not done. Er staat ook, dat zij zich verbaasde, staat er, dat hij met een vrouw in gesprek was. Maar er kwam nog iets bij, dat hij was een Jood en zij was een Samaritaanse. En als later de discipelen terugkwamen en die zien Jezus praten met deze vrouw, dan staat er ook, hoe kan nou een Jood omgaan? Hoe kan hij nou met een vrouw praten? Maar dan zegt zij ook van, hoe kan nou een Jood met mij in gesprek gaan? Je moet even voorstellen, de Samaritanen, dat was een bevolkingsgroep die door de Joden werd veracht. Het waren ooit eens Israëlieten geweest, maar die hadden zich vermengd met de heidense volkeren. En dat was in de ogen van een Jood al een gruwel, als jij je vermengde met andere bevolkingen. En ook nog eens dat de Samaritanen hadden hun, in de herbouw van de tempel, hadden ze tegengewerkt. En hadden ze zelf ervoor gezorgd dat de tempelbouw tot stilstand was gekomen. En dat waren ze nog niet vergeten. Ken je dat? Dat iemand ietsje aangedaan heeft en je hebt het nog steeds in je achterhoofd lopen en je denkt, ik wil niks meer met deze man of met deze vrouw te maken hebben. Nou, dat was het geval. Maar Jezus, weet je, hij doorbrak alle culturele grenzen. Hij doorbreekt alle sociale grenzen. Ik wil tegen jou zeggen vanmorgen, ik weet niet wie misschien niet meer met jou wil omgaan. Ik wil tegen jou zeggen, Jezus wil met jou omgaan. Maakt niet uit wat mensen van je zeggen, wat mensen van je denken. Jezus is geïnteresseerd in jou. En dan gaat hij daar met haar het gesprek aan door eerst zelf om water te vragen. En er staat ook letterlijk dat Jezus was vermoeid van de reis. Dus Jezus was ook gewoon mens. Hij was God, maar ook mens. Hij had ook gewoon dorst. Hij had ook zijn rust nodig. Dus hij combineerde eigenlijk het nuttige, maar ook met het aangename, maar ook met het nuttige. Want hij wist, deze vrouw zal daar zijn en ik heb haar iets te bieden.
Hij wilde niet alleen iets van haar hebben. Hè? Hij vroeg aan haar of ze water wilde putten uit de bron waar ze bij waren. Maar hij zegt tegen haar, als jij wist wie het is die met jou praat, dan zou ik niet alleen jou om water vragen, maar dan zou je mij om water vragen. En dan zal hij jou water geven, levend water. Jezus deed dus, hij gebruikte iets fysieks, de behoefte naar fysiek water. Dat gebruikte Jezus om een brug te slaan naar de dieper liggende dorst die wij allemaal kennen in ons leven. Want weet je, jij als mens, ik als mens, wij zijn namelijk meer dan alleen een fysiek wezen. We hebben een ziel met gevoel. We hebben ook emotionele behoeften. En ik heb hier wel eens verteld in de kerk dat er is ooit een experiment gedaan met baby's. En dan ging men kijken of een baby het kan overleeft zonder liefde. Een heel gruwel experiment, maar je kunt het ook opzoeken op Google. 20 baby's kregen de basisverzorging van voeding, verschonen en wassen, maar meer niet. Na 4 maanden hebben ze het experiment gestopt. Want de helft van de baby's was al gestorven. Moet je nagaan. En na de stop van het experiment kwamen er nog 2 baby's te overlijden. Een mens kan niet zonder liefde. Dat is als water voor je ziel. Amen. Net zoals een mens fysiek niet zonder water kan, kan een mens ook emotioneel niet zonder water. Maar ik zal je zeggen, er is nog een dieper verlangen in jou. Dat zelfs verder gaat als het verlangen van je ziel. Er zit namelijk in jou ook een geest. Dat is de diepste kern van wie jij bent. Die geest die zetelt in de kern van je ziel. En daar was jij ooit bedoeld om daar God te laten regeren. En we zongen het zo mooi, regeer in mij. Daar op die plek wil God komen en in jouw leven met jouw bestaan één worden met zijn bestaan. Afgelopen vrijdag was ik ook nog op een begrafenis van Piet Huttinga. En dat was heel triest, dat een oudste uit de gemeente van Anton. Moet je nagaan. Eerst Anton kwam te overlijden als de voorganger. En kort daarna kwam ook Piet onverwachts. En we waren daar en we zongen dat lied. Dat God is onnoembaar aanwezig, deelt hij in mijn bestaan. Dat sprak me zo aan. Dat God ergens in mij aanwezig is en deelt in mijn bestaan. Als je dat kent, dat diepe leven, als je weet dat jij jouw bestaan deelt met God. En als jij durft hem daar te laten regeren. En als jij hem daar durft de stuur van je handen of van je leven te geven. Dan zal ik je zeggen, dan vind je het leven. Het ultieme leven. Dit is namelijk een leven dat niet meer ophoudt. Kijk, de Bijbel, de Nieuwe Testament, is in het Grieks geschreven. En het Grieks kent 3 woorden voor leven. Je hebt bios, waar wij biologisch leven vandaan hebben. Ik moet oppassen dat ik niet in het water val, hè? Iedereen die zit te kijken, wanneer gaat het goed, wanneer gaat het niet. Maar dan doe ik wel wat de preek zegt, bronnen van levend water. Of zal ik scheppen uit de bron. Maar bios is natuurlijk leven, zoals planten, die hebben een biologisch leven. Maar er is nog een woord voor leven, is psyche. Dat betekent psychologisch leven. Zoals ik al zei, we zijn meer dan alleen een biologisch wezen, we zijn ook een psychologisch wezen. We hebben een ziel met gevoelens, met gedachten, met een wil. Maar er is nog een woord, het heet zoe. En we hebben ook een zoe in onze kerk. Ik zag hem vanmorgen al lopen, prachtig
om haar, dat kortaardige meisje, zo lopen. Hè? Maar het Zoe-leven, dat staat voor geestelijk leven. En het staat voor het eeuwige leven. En dat was het leven wat deze vrouw, waar ze in diepst in haar hart naar verlangde. En dat was niet het leven wat zij kon vinden bij de bron waar zij water aan het putten was. Dat kon haar biologisch leven wel voortzetten. Maar kon niet de dorst naar dat eeuwige leven, kon dat die dorst van haar hart stillen. Maar ja, deze bron die hadden ze gekregen van hun voorvader Jacob. En weet je, soms uit nostalgie hou je maar vast aan het oude of uit traditie. En je doet maar weer zoals je het altijd deed. En je blijft vaak maar loyaal aan bepaalde vormen die je nu eenmaal hebt gekend. Terwijl eigenlijk die vormen niet het leven brengen waar je naar zoekt. Deze bron kon haar niet het leven geven, maar degene die bij haar zat, bij de bron. Niemand anders dan Jezus. En dan zegt zij, ja, ho, 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 want ze had nog niet door wie die Jezus was. Weet je, je kunt soms mensen niet altijd gelijk schatten op voor wie ze zijn. En toen Jezus het had over een water, wat levend water zou zijn, dan zegt ze, hallo, maar u bent toch niet meer dan Jacob? U bent toch niet meer dan onze voorvader? Maar Jezus zegt, hoor eens, iedereen die van dit water zal drinken, die zal weer dorst krijgen. Maar van het water wat ik hem geef, zal niemand meer dorst krijgen, want het zal hem worden tot een bron van waaruit het water voor altijd blijft opwellen. Uit Jezus komt een bron die nooit meer opdroogt. En als die komt op de plek, in die kern van jouw bestaan, als je hem daarin durft toe te laten, dan zal daar vanuit jouw binnenste een bron zal ontstaan van levend water. Nou, toen deze vrouw dacht, wow, dit is water, dan hoef ik misschien nooit meer naar de put. Dat scheelt mijn hele put werk. Ja, mooi, die bedenk ik nu net meteen ter plekke. En wie zit er niet te wachten op dat je leven wat makkelijker wordt? Want het leven, dat drukt ons al genoeg te neer. Het leven is al hectisch. Al die verantwoordelijkheden. En weet je, de lasten die wij dragen. En Jezus zag, deze vrouw is vermoeid en belast. En het was Jezus die had gezegd, kom tot mij als je vermoeid en belast bent. En ik zal je rust geven. Want Jezus wist, deze vrouw hunkert naar het Zoe-leven. Naar het leven dat uit God voortkomt, waarvan God de bron is. En ik zal je zeggen, God heeft jou dat besef diep in je hart gelegd. Dat is wat de Bijbel zegt. Het eeuwige leven dat... Sorry. Oh, heb ik die niet erbij gezet? Wacht even hoor. Hij heeft de mensen het besef gegeven van eeuwig leven. Moet ik even kijken. Ja, dat klopt. Ik was even een tekst vergeten. Hij heeft het besef gegeven in jouw leven dat er iets is, dat er is leven dat voorbij dit leven gaat. Dat besef zit in jou. Want weet je, God heeft namelijk die geest in jou gelegd en die geest die functioneert als een soort zender. Die geeft je aldoor signalen af, zoek het eeuwige leven. Zoek het. Je leven is niet compleet. En dat is een besef, een weten, dat gaat dieper dan alleen een weten hier met je hoofd. Want de Bijbel zegt ook namelijk, wie is in staat de mens te kennen behalve de geest van de mens? Zie je dat jouw geest jouw dingen kan laten kennen die jij met je hoofd misschien probeert weg te redeneren? Met je hoofd kun je denken van, ach, ik heb toch een mooi huis en ik heb, we gaan altijd op vakantie en ik heb een fijn gezin en ik heb een mooie carrière en ik heb
ik heb me financieel wel gesteld. Nou, noem maar op. Je kunt zoveel dingen zeggen. En dat kan je met je hoofd allemaal beredeneren. Maar in je geest, die kan je al vertellen, er is iets wat er mist. Er is iets wat ontbreekt. Er is dat om die onrust. En waar je het ook zoekt. Want er zit in jou binnenste namelijk iets, een innerlijk kompas. Dat is, de Bijbel zegt dat is je geweten. Je geweten is dat je dingen kunt weten op een level dat voorbij je verstand gaat en soms voorbij je ziel. Maar in je diepste wezen kun jij beseffen, hey, dit mist er mist iets, er klopt iets niet. Het is niet helemaal nog waar wat ik zeg, maar ik kan soms niet altijd daar mijn vinger op leggen. Maar ik wil je zeggen, de Heilige Geest, jouw geweten, is het contactpunt voor de Heilige Geest om tot jou te spreken. Dat zegt de Bijbel. De Bijbel zegt, mijn geweten, geleid door de Heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg. De Heilige Geest wil zeggen, en vanmorgen wil hij tot jou spreken, en zeggen, hey, weet je, als jij luistert op een dieper level dan alleen met je hoofd, dan kun je weten door de Heilige Geest, hey, er is iets wat ontbreekt. Daarom zegt Jezus, hij zegt, jullie kunnen het met je hoofd nog niet begrijpen, maar als de Geest komt, dan zullen jullie de volle waarheid verkondigen. En dat is wat Jezus eigenlijk deed met deze vrouw. Hij was bezig haar mee te nemen en de waarheid te vertellen, dit is wie God is. Het is door de Heilige Geest dat jij kunt weten dat Jezus de bron is, dat er niemand anders is dan Jezus, die jou werkelijk het leven kan geven. Het is door de Heilige Geest namelijk, want wat staat er? Er staat, het licht van de Heer beschijnt de geest van de mens en het doordringt, het dringt door tot in zijn diepste gedachten. Zie je hoe de God via jouw geest tot in je diepste denken wil schijnen? Zelfs zo diep waar jij zelf niet bij kan komen. Hij wil jou laten zien hoe het er werkelijk mee voorstaat. Hij wil jou laten zien, niet alleen dat er mooie dingen zijn, maar ook de leegtes. De pijn. De schaamtes. De afwijzingen. Al die dingen die diep in jouw hart allemaal aanwezig zijn. En met deze vrouw, hij nam haar mee naar de diepte van haar leven. En hij zegt, ga eens je man halen. Want hij wist, deze vrouw zoekt naar water. En zij zoekt naar liefde. En zij zoekt het bij mannen. Zij dacht dat een man, als ik maar een man in mijn leven heb, dan zal mijn leven compleet zijn. Dan zal ik het leven hebben waar ik naar verlang. En dan zegt zij, ze zegt, ik heb geen man. Ze zegt eigenlijk, ik ben niet getrouwd. En dan begint Jezus, ja, want Jezus kent de dieptes van je leven. Hij zegt, je hebt 5 mannen heb je gehad. Hij zegt, het klopt dat je geen man hebt. 5 mannen heb je gehad. En de man die je nu hebt, is niet je man. En daarmee wilde Jezus haar niet even publiekelijk beschamen, alhoewel er was niemand aanwezig. Hij wilde haar laten weten, weet je, ik zie jou in je diepste zoektocht. Ik zie hoe jij hunkert naar het echte leven. En ik zie hoe jij het al bij 5 mannen hebt gezocht en nu zoek je het bij de 6e man. Maar ik wil je laten weten, ik ben de 7e man. Amen. En 7 in de Bijbel is een getal van volheid. Wat je wil zeggen dat, weet je, mensen, want getal 6 is een getal van de mens.
Maar 7 is het getal van God. Mensen kunnen jou niet vullen. Mensen kunnen jou niet het leven geven. Ze kunnen tot een bepaalde hoogte jouw liefde geven, jouw steun geven, een stukje rustpunt in je leven zijn. Maar de diepste honger en de diepste dorst, zegt Jezus, dat kun je alleen vinden als je mij toelaat in je leven. Dat is wat de Bijbel zegt. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Dat woord leven is zo hier, hè? Zonder Jezus, zonder God in je leven, mis je uit om te ontvangen het leven waar je geest naar hunkert. Waar je ziel naar smacht. Maar ja, om dat te erkennen, dat valt nog niet mee. Dat jij moet erkennen dat mijn zoektocht tot nu toe en waar ik het in zoek en ik dacht als ik maar succesvol ben of als ik maar goed ben in sport of weet ik veel waar je je hart op hebt gezet, dan zal ik het leven vinden waar ik naar verlang. En om dan te moeten erkennen dat dat niet werkt, dat dat niet het is. Weet je, ik denk dat wij eens liever onszelf een beetje blijven voorliegen door te zeggen, nou nee, het gaat wel goed. Moet eens kijken. En door de schijn hoog te houden dat het goed gaat. De schijn hoog te houden dat je het voor elkaar hebt. Maar ondertussen ben je bezorgd. Ondertussen ben je bitter geworden. Ondertussen loop je rond met een schuld waar je maar niet van af kan komen. Je bent beangstigd. Je hebt allerlei spanningen. En als Jezus dan de details van haar leven vertelt, 5 mannen en 6 man, dan denkt ze, hoe kan die man dat weten? Hij heeft mij nog nooit eerder ontmoet. En dan weet ze vanuit haar achtergrond als Samaritaanse, deze man moet wel een profeet zijn. En weet je, heel veel mensen weten Jezus niet goed in te schatten. Sommigen zeggen, ja, Jezus, hij zal wel bestaan hebben en hij is wel een goed mens. Je kunt hem een bepaalde duiding geven, maar het klopt natuurlijk enigszins wel, maar het slaat niet de kern. Het is niet werkelijk wie hij was. Daarom zei Jezus ook tegen haar, als jij wist wie ik werkelijk ben. Als je echt wist wie ik werkelijk ben. Als je weet dat ik ben niet zomaar een profeet, ik ben Jezus, de Zoon van de levende God. Vond ze mooi op de bruiloft? Dat is prachtig. Mooi ook hoe je zoon tot bekering kwam, Bart. Na de bruiloft kwam zijn zoon tot bekering. Prachtig. Ja toch? En we zongen... En ik was al bezig met de preek natuurlijk. En dus, Immanuel, God met ons. Hij is het leven in mij. En als je dan zo in zo'n preek bent, dan komen die liederen dan toch op een andere manier binnen of zo. Hij is de Zoon van God. Weet je, een mens, een profeet, zou kunnen zeggen, ik heb water. Ik heb water wat ik jou kan geven. Maar alleen God kan zeggen, ik ben water. Ik ben het levende water. Dat kan niemand anders zeggen dan God alleen. Maar ja, dan komt ze erachter, ja oké, als deze Jezus uit de Joodse gemeenschap voortkomt en hij ons wijst op de God van de Joden, ja, dan heb ik een probleem. Want wij Samaritanen mogen helemaal niet komen in die tempel van de Joden. Daarom hebben wij een eigen tempel gemaakt op onze eigen bergen. En er komt een soort discussie over waar je dan moet zijn. Je zou misschien vandaag kunnen zeggen, er is een discussie over wie, ja, naar welke kerk moet je gaan om God te ontmoeten. En voordat je het weet, zit je in een discussie over religie.
En wij zijn meesters, mensen, als het een beetje dichtbij komt. Hè, Jezus die begint echt te pinpointen van dit is jouw diepste verlangen. Maar hier zit ook jouw diepste pijn. Hier zit ook jouw diepste gemis. En als Jezus begint te pinpointen en het komt dichterbij, weet je, dan kunnen wij heel... We zijn meesters om ineens even het over iets anders te hebben dan waar het in de kern om draait. Ken je dat? Dan kunnen we heerlijk een mooie verstandelijke discussie gaan voeren. Dan hoef ik niet bij mijn gevoel stil te staan. Het is een soort rookgordijn die we even op kunnen laten gaan, zodat het even niet meer om mij draait of over waar ik mee zit. Of dat ik ook nog eens moet erkennen dat ik God nodig heb of zo. Liever niet, dan heb ik het liever over andere dingen. Ik wil best wel over politiek praten of over geloof. Maar dan niet op een manier dat het te dichtbij komt. En Jezus die liet zich niet van het gesprek afhouden. Hij bleef naar de kern toe gaan. En hij zegt, hey, ik zeg het even mijn eigen woorden. Hey tante, je kunt wel bedenken dat ik nu even met jou een discussie aanga over wie de ware kerk heeft. Daar draait het niet om. Ik zal je zeggen, Jezus is niet gekomen om de kerk te redden. Ook niet onze kerk. Of de kerk waar ik misschien ooit uit voort ben gekomen. De kerk kan jou niet redden. Alleen Jezus, niemand anders dan Jezus kan jou redden van jouw lege bestaan. Want alleen Jezus namelijk is voor jou aan het kruis gegaan. Geen religie, geen kerkgenootschap, Jezus alleen. Maar goed, zoals ik al zei, we hebben zo onze maniertjes en we kunnen zo makkelijk op de vlucht zijn om maar weg te blijven bij wat er in mijn leven werkelijk speelt. Sommigen die kunnen heel druk zijn. Druk, druk, druk. Overwerken. Van het een naar het ander. Het kan zelfs met goede dingen, dat je druk bent met goede dingen. Als ik maar even niet stilsta, want als ik stil kom te staan, dan komt alle onrust naar boven. Dan komt er van alles naar boven waar ik niet bij stil is. Ik ga wel weer druk bezig. En sommigen die raken overspannen en die raken depressief. Of anderen denken, ja, als ik maar op reis ben. Ze boeken altijd maar weer een nieuwe vakantie. Want als ik maar weer in Italië ben of als ik maar op wintersport ben geweest, dan ben ik er even uit en dan heb ik even de rust. Ja, dat kan tijdelijk eventjes een doekje zijn voor het bloeden. Sommigen denken, als ik dan maar verhuis, als ik maar naar een ander land ga, of naar een andere stad, of ergens een verre weg uit waar ik vandaan kom. Maar weet je, als jij 's avonds je hoofd op je kussen legt, dan komt alles weer naar boven. Waar je ook woont, in de wereld. Ik wil langzaam naar een einde toe breien. Kijk, al die dingen die wij bedenken, die veranderen de dingen aan de oppervlakte. Maar die veranderen de dingen niet in de diepte. Maar wat Jezus wil doen, als jij jouw leven even voorstelt als een reservoir met water dat vervuild is door jouw zonden. En daar moet jij dan uit drinken om te kunnen leven. Religie, die doet het water een beetje in beweging komen aan de oppervlakte. Of verhuizen, of wat je ook doet. Maar Jezus is gekomen om met zijn doorboorde hand diep in je binnenste te reiken. En hij wil de plug uit jouw reservoir trekken. Zodat het reservoir met vuil water wegspoelt. En ik zal je zeggen waarom Jezus dat kan doen. Want Jezus heeft jouw zonden en mijn zonden allemaal op zich genomen. En hij heeft daar dat voor jou en voor mij gedragen. Zodat jij
leeg gemaakt kan worden van jouw zonde. Hij kan de plug uit je leven weghalen. En hij zegt, daar wil ik gaan komen met mijn aanwezigheid. En daar word ik voor jou tot een fontein van een water, van een bron die nooit ophoudt met stromen. Die is elke dag is die weer nieuw. Elke dag is het weer vers. En dan ga je een leven leiden vanuit je binnenste. Vanuit je bronnen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Dan, dan is daar altijd die stroom van vrede. Altijd die rivier van vreugde. Altijd, en dan heb je nog wel eens je problemen. Maar er is toch die onderstroom van Gods vrede en Gods kracht en Gods liefde. Weet je, dan kan er van alles gebeuren. Maar die stroom, die houdt ook niet op met stromen. En dan weet je, in ieder geval ben ik gemaakt. Dan ga ik uit die stroom leven. Je gaat uit God leven. Je gaat door God leven. En je gaat voor God leven. Amen. En dat is het leven. Dat je hem, en dan komt het hele gesprek, gaat over aanbidding. Dan zegt Jezus de Vader, hij verlangt naar aanbidders. Want hij weet dat als jij een leven gaat leiden, dat een aanbidding is voor hem, dan kom jij tot het leven. Wow. Nou, ik wil afsluiten. Deze vrouw, die komt in aanraking met Jezus. En dat raakt haar hart tot op het diepst van haar wezen. En ze heeft het gevonden. En ze gaat zo vol enthousiasme. Ik weet niet of je de Chosen hebt gezien, maar dan zie je ook haar, dit verhaal. En je ziet haar weglopen, terug naar haar plaats, waar ze woont. En weet je wat er staat? En deze vrouw liet haar kruik staan. Ik hoop vanmorgen dat hier mensen weggaan en dat je je kruik laat staan. Dat je je maniertjes om het maar een beetje hoog te houden en om het maar te redden. En de ene zegt, ja, ik heb wel even een sigaretje altijd nodig, want dat geeft me zoveel rust, even een momentje. Dat ik me gedacht, ik heb die sigaret gewoon nodig. Ik hoop dat je sigaret, dat is je kruik. Je hulpmiddel. Voor een ander is het, nou, ik heb wel mijn biertje nodig elke dag. En of even wat sterkers, want ik heb die boost even nodig om toch. Ik hoop dat je het kan laten staan. Sommigen gaan nog verder en zeggen, ik heb ook wel even een jointje nodig. Ik hoop dat je... Zoals deze vrouw liet haar pot, letterlijk haar pot staan. Maar ik hoop, hè, want voor mij wordt marihuana ook wel pot genoemd. Ja. Dat je je pot kan laten staan en zeggen, ik ben zo vol van iets anders. Ik heb dat andere, die hulpstukken, die krukken waar ik mezelf mee staande hou, heb ik niet meer nodig. En dan gaat ze terug en dan zegt ze dit, kom mee! En dus in haar stad, kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? En de mensen gingen de stad uit, naar hem toe. En ik wil je zeggen, hier staat iemand, en hier zijn nog veel meer, die tegen jou kunnen zeggen, kom mee en zie, ik heb de Messias gevonden. En hij is er ook voor jou. Als jij hem wil hebben, kun je hem ontmoeten vandaag. Kom en zie. En misschien ben je hier. En je hoort door alles heen. Ik hoop dat je niet te trots zal zijn en zeggen, oh, dat is voor mensen die het niet alleen redden. Jij hebt het nodig. In Jezus' naam. Amen.